Nou moet dat zware illegale vuurwerk ook verpakt en vervoerd worden. Ja, wat is daar eigenlijk uh, hetgeen wat, uh, waar je het meeste op moet letten? Nou, dat moet heel zorgvuldig gebeuren, want uh, buskruid is heel, kan heel instabiel zijn. Met name het buskruid wat in uh, uh, illegaal zwaar vuurwerk wordt verbruikt. En dat buskruid kan al ontploffen bij de geringste kleine schok... Uh, of het kan ontploffen wanneer je met uh, een statische hand daar in de buurt komt. Uh, dus dat moet heel zorgvuldig verpakt worden in metalen kooien met metalen haspels daaromheen. Uh, met een binnenverpakking en een buitenverpakking, zodanig dat het kruid uh, niet uh, in de buitenverpakking kan komen. Uh, daar zijn ADR-richtlijnen voor beschikbaar.